Vandaag ben ik hier met een nieuwe DiscoBot development tutorial en een veelgevraagde topic: hoe maak je een temp ben commando? Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games en vandaag ben ik hier met een nieuwe DiscoBot tutorial. Vandaag ga ik het gaan hebben over hoe maak je een temp ban commando voor jouw DiscoBot. En dit werd wel 3 keer aangevraagd en meerdere keren aangevraagd op mijn YouTube, maar sinds kort kun je ook aanvragen sturen via mijn website en daar hebben ook redelijk veel mensen nu al dit gestuurd gehad. Dus ik dacht, weet je wat, ik leg het eens uit. Als eerste gaan we eventjes naar onze DiscoBot gaan en ik ga deze eventjes terug opnieuw gaan opstarten met npm start om na te kijken als alles nog werkt. En joepie, alles werkt nog. Hebben jullie al de verschillende voor vorige tutorials gemist? Klik dan hier boventjes eventjes op het kaartje, want daar krijg je meer informatie over al de verschillende DiscoBot tutorials en dan kan je ook veel makkelijker volgen met deze video. Als eerste gaan we een nieuw commando aanmaken bij de comments file en dan een nieuw file en deze noemen we tempban.js. En eigenlijk wat we vandaag gaan zien is niet zo heel moeilijk. Ik ga heel eventjes naar de hallo.js en ik kopieer en plak alles in onze tempban.js. De bovenste van Discord halen we weg en het commando passen we aan naar tempban. Dus hetgeen wat we nu hebben gedaan is, we hebben module exports.run. Dit gaat runnen als we het commando via de module exports help met tempban gaan gebruiken. Dus als je dit niet kent, dan moet je een van de tutorials gaan terugbekijken via dat kaartje hier in die hoeken. Dus we kunnen dit commando al eens een keertje gaan testen. We gaan eventjes naar onze server en ik typ tempban en dan gaan we een hallo terugkrijgen. Dus we zien, dus dit commando werkt al. Nu, het eerste wat we gaan doen is heel eenvoudig. Wat willen we vandaag gaan klaarkrijgen? We willen het van volgende gaan klaarkrijgen. Ik wil het commando tempban kunnen typen, dus tempban, met daarna een gebruiker naar keuze, gebruiker. Daarna wil ik een tijd kunnen opgeven en daarna wil ik ook nog een reden kunnen opgeven. Dat is wat we vandaag gaan doen. Als eerste ga ik eventjes gaan nakijken. Heb ik wel toestemming om het commando te kunnen gaan gebruiken? Dus, wat ga ik gaan doen? Ik ga nakijken als de gebruiker die het bericht heeft gestuurd wel toestemming heeft om dit commando te kunnen doen. Dus, als heel eenvoudig als volgende. Als deze gebruiker niet toestemming heeft, daarom dat uitroepteken, doen we message. Als volgende member. Has permission. Onthoud goed dat het hoofdletter P is. En dan gaan we als volgende dit gaan doen. We gaan hier namelijk de welke permissie gaan opgeven. We gaan heel eenvoudig de permissie opgeven als deze toestemming heeft om members te kunnen bannen via ban members. Heeft deze dit niet? Heeft hij daar geen toestemming voor? Het is in één keer donker hier, want de zon is weg. Heeft deze geen toestemming voor? Gaan we een berichtje gaan verzenden via message.channel. Send. En dan sturen we een berichtje als volgt. Sorry, je hebt hier geen toestemming voor of zoiets. En dan ook nog punt, comma. En dan weten we nu, of dan hebben we nu nagekeken als deze gebruiker toestemming heeft om dit commando te gaan uitvoeren. Vervolgens wil ik de gebruiker kunnen bevatten. Ik wil dus weten wie de gebruiker is. Dus wat ga ik doen? Var user. Ik ga een variabele user gaan aanmaken. En het is altijd heel goed om van direct van het begin te leren volledig in het Engels te werken. Want heel veel programmeurs gebruiken namelijk Engels. Engelse taal, beste taal. Dus var user. Ik wil eigenlijk de gebruiker krijgen op mijn server. Wat betekent dat? Ik ga het berichtje gaan bekijken op onze server. Guild is onze gemeenschap. Dat is onze server. Daar wil ik deze gebruiker gaan hebben. Wat wil ik hebben? Ik wil een member hebben van deze server. En welke member is dat? Ah, dat staat in ons bericht. Dus dat is messages of message.mentions.users en dan de eerste user die wordt genoemd in ons bericht. Dat is, dat is onze user die we willen hebben. Dus we gaan hiermee onze gebruiker gaan ophalen. Nu wil ik ook gaan nakijken als we wel een gebruiker meegeven. Geven we wel een gebruiker mee en komt deze gebruiker wel voor op onze server? Dus wat ga ik gaan doen? Als deze gebruiker, dus if niet user, dus als er geen gebruiker is, dan gaan we een berichtje gaan terugsturen met message.channel. Send, en dan kunnen we als volgende een bepaald bericht gaan terugsturen. Bijvoorbeeld van, je maakt gebruik van het commando. Dat is niet zo'n heel goede zin. Je maakt als volgt gebruik van het comment. Bijvoorbeeld dat. En dan kunnen we het commando gaan opgeven. Tempban gebruiker. Tempban gebruiker. Tijd en reden.
dan kunnen we tegen hem zeggen, je moet zo het commando gaan gebruiken. Eventueel kun je er ook iets anders sturen. Bijvoorbeeld, je maakt als volgt gebruik van het commando, en dan kun je ook erachter zetten of de gebruiker is niet te vinden. Nu, ik wil dit eventjes gaan testen als het wel volledig werkt. Dus ik ga eventjes een console log zetten. Console log, zodat ik daarna de user kan gaan bekijken als deze alle gegevens juist heeft opgehaald. We gaan naar onze Discord server. Ik ga het commando temp ban typen. Zonder gebruiker en dan krijg je een antwoord van de bot. Je maakt als volgt gebruik van het comment temp ban gebruiker tijd en redenen. Dus als ik nu eventjes een gebruiker ga opgeven met bijvoorbeeld mijn eigen naam, dus hup, Jens1996, dan krijgen we hier in onze console als volgende. Ik heb een typfout gemaakt, het moet temp ban zijn. Daarom ik dacht al. Dan krijgen we het volgende in onze console een heel menu. Dus ik weet nu al dat het werkt. Nu dat we weten dat we de gebruiker hebben, dan kunnen we eerst gaan nakijken als deze gebruiker wel een, ja, eigenlijk geen staf is. Dus als deze user, dus if user.hasPermission, en dan gaan we gewoon de permissie als volgende zetten, van bijvoorbeeld manage, staat het hierbij? Manage messages. Dat ga ik gaan gebruiken. Dus als hij berichten kan gaan managen, dan gaan we als volgende gaan terugsturen, return message.channel.send. Altijd hetzelfde, heel eenvoudig houden. We kunnen als volgende gebruiken. Deze gebruiker kan je niet temp bannen, moet ik eigenlijk bijzetten. Dan kan je niet temp bannen. En de punt, komma natuurlijk niet vergeten. Ik heb een default gemaakt. Kijk eens aan, dan kijken we dus na als deze gebruiker wel te bannen is. Dus ik ga er nog een keertje nakijken. Temp ban at Jens1996. Deze gebruiker kan je niet temp bannen, want ik ben de owner van de server. Eventueel kan je hierna nog een if-lus zetten die nakijkt als hij je eigen naam opgeeft. Dus dat kan je ook nog doen. Oké, nu dat we onze gebruiker al hebben, wil ik daarna de tijd gaan ophalen. Dus dat doen we als volgende. Ik ga weer een nieuwe variabele gaan maken. En ik noem deze temp ban... Oh, var moet wel een spatie van. Temp ban time, bijvoorbeeld. Dat kan je opgeven. En wat is de tijd? Dat gaan we als volgende gaan doen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. We gaan onze argumenten gaan ophalen die we meegeven. Want dit zijn de verschillende argumenten. Dit is een argument, dit is een argument, dat is een argument. En eigenlijk, dit is argument 0 en dit is argument 1. Dus wat wil ik? Ik wil argument 1 hebben. Waarom begint het bij 0? Arrays beginnen bij 0. Weet je niet wat een array is? Ja, ik hoop dat ik het ergens heb uitgelegd in een van de vorige video's. Dus nu kan ik de tijd gaan ophalen via de argumenten op de eerste plaats. We kunnen dit eens een keertje gaan testen door oftewel een console log, oftewel een message.channel.send en dan eventueel die temp ban time kunnen we meegeven. Wat kunnen we allemaal eens doen? We gaan eens een keer naar de server gaan en ik ga als volgende temp ban, dan bijvoorbeeld eventjes mijn YouTube bot, dat is de YouTube bot, dat gaat niet lukken. Mijn YouTube test bot en dan vervolgens kunnen we een tijd meegeven van 1 uur. En dan krijgen we 1 uur terug. Straks gaan we ook nog iets gaan bijzetten, zodat we kunnen nakijken als je wel echt tijdstippen opgeeft. Oké, dan wil ik nu als laatste de redenen opvragen. Dus dan gaan we als volgende doen. For reason, dat is het Engels voor redenen. En dan moet ik de argumenten gaan laten joinen. Gaan laten joinen, wat bedoel je? Ik ga alles gaan laten joinen wat een spatie heeft. En vanaf wanneer, we gaan dat eigenlijk een stuk van afsnijden. Heel eenvoudig, we snijden het stuk ervan af van voor. Dat gaat namelijk op plaats 22. 20 zijn. Dus als je meer uitleg wilt hebben, dan moet je naar een van de eerste tutorials gaan. Maar wat we eigenlijk gaan doen, is omdat we hier toch al onze argumenten hebben genomen en we gaan eigenlijk vanaf hier gaan beginnen. Dit alle reden, het hele redenenstuk wat ik moet hebben, daar zitten spaties tussen. Dus ik wil het aan één geplakt hebben en dat is wat ik moet hebben. Nu dat we deze twee hebben, wil ik ook nakijken als ze wel iets meegeven. Voor de tijd gaan we Sabbath gaan nakijken, maar eerst wil ik gaan nakijken als er wel een reden wordt meegegeven. Als het weer niet is, dus als je weer geen redenen hebt opgegeven, kunnen we weer een berichtje gaan terugsturen via return message.channel.send en dan kunnen we bijvoorbeeld een berichtje terugsturen van geef een reden op. Heel kort en ook heel eenvoudig. Gewoon van, hey, geef eens een reden op. Nu dat we dit allemaal hebben, wil ik dus dat deze persoon voor deze bepaalde tijd wordt verbannen. En daarvoor hebben we deze temp ban time. Maar deze tijd moet omgezet worden naar milliseconden om te kunnen gebruiken voor op onze server. Want de server kent alleen maar milliseconden. En daarvoor heb je een import nodig. Dus als je naar de vorige video gaat kijken bij de temp mute, daar heb ik het uitgelegd gehad hoe je deze kunt afhalen. Dus als je dat wilt weten, kun je altijd teruggaan naar die video. Dus wat ik ga doen, is deze gaan binnenhalen via de constante MS. Constante MS is require
MS. MS is milliseconden converter, dus deze gaat het gaan omvormen naar milliseconden. Het volgende wat we dan gaan doen, is de tijd gaan nakijken. Dus, als deze tijd, dus if temp band time, maar omgevormd via die milliseconden, dus we gaan MS en dan die temp band time hier binnen inzetten, dan weten we van als het een juiste tijd is. Dus als deze tijd omgevormd kan worden door deze MS met temp band time, dan weten we dat we een juiste tijd hebben opgegeven. Gaat dit niet, dan kunnen we gewoon heel eenvoudig een berichtje gaan terugsturen. Bijvoorbeeld return message.channel.send. En dan kunnen we bijvoorbeeld een berichtje opsturen van geef een geldige tijd op. Straks geef ik jullie wat meer informatie over welke tijdstip je allemaal kunt gaan gebruiken. Ik zie trouwens dat ik een punt comma hieronder nog ben vergeten, dus die ga ik eventjes bijzetten. Dus het volgende wat ik ga doen is, ik wil eigenlijk een berichtje gaan zenden van en ik wil ook deze persoon gaan verbannen, maar ik wil ook gaan nakijken wanneer het tijdstip gereset is, dus wanneer het tijdstip bereid is om deze te gaan unbannen. Dus wat ga ik gaan doen? Ik ga een await lus gaan zetten, of een await functie gaan gebruiken. Await gaat, hey, ik ga eventjes wachten totdat er iets klaar is. Dat doet await. Het gaat wachten. Hier gaan we de gebruiker gaan verbannen, dus we doen message.guild, want dat is eigenlijk op deze server wil ik dat gaan doen. Welke member? Heel eenvoudig, dat is onze user. En deze moet verbannen worden. En dat doen we als volgende met ban. En dan de, reason. Dus de redenen die we hebben opgegeven. Dus dan weten we nu van, oké, deze gebruiker is verbannen. Vervolgens kunnen we eventueel ook nog een berichtje gaan sturen. Bijvoorbeeld message.channel.send. Hier kunnen we dan bijvoorbeeld zetten als volgende. We gaan dan deze rare backticks gaan gebruiken. Ik zal ze hieronder nog een keertje gaan bijzetten. Dan kunnen we ook code gaan intypen. Dus ik wil een gebruiker hebben. Dus deze gebruiker. User is geband voor, en dan ook de redenen kunnen ook opgeven, dat is reason, niet redenen, reason. Dus als jullie nog niet hebben gehoord van deze backticks, backticks laat je toe om tekst te schrijven, maar ook code te gaan schrijven in jouw tekst, zodat je dingen kunt gaan ophalen. Dus we gaan dit berichtje gaan verzenden, gebruiker is geband voor die redenen. En vervolgens wil ik nu gaan nakijken hoe lang het nog duurt eer dat deze moet geunband worden. En doen we als volgende met een set timeout functie. Dus set timeout, nu moet ik wel de juiste nemen. Dat is met hoofdletter T, daar moet je goed voor opletten. We gaan een functie maken, dus we doen function. En in deze functie gaan we van alles gaan doen. Dus wat gaan we doen met, deze functie? We doen als volgende. Wel, function juist schrijven, geen function of wat ik ook had geschreven gehad. Function juist schrijven. We gaan het volgende doen. We willen deze gebruiker gaan unbannen. Dus we gaan de message.guild.unban gaan gebruiken. Dat is eigenlijk voor jou, ja, voor spelers te gaan unbannen. Maar, hier gaan we iets anders doen. We typen ook weer de user, maar dan .id. Jawel, je moet het ID meegeven voordat je een gebruiker kunt unbannen. En ik denk dat daar mensen het moeilijk mee hadden. Dit staat in de, dit staat eigenlijk op discord.js in de documentatie dat je de ID moet meegeven om iemand te kunnen unbannen. Waarom? Ik weet het ook niet. Je kan het niet doen met de naam. Vervolgens wil ik ook een berichtje gaan sturen van message.channel.send, ja. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook weer die backticks gaan gebruiken. Oh, dat is fout. Die backticks, en dan kunnen we weer als volgende gaan, zo gaan, user is niet meer geband. Dus dat kunnen we ook weer gaan bijzetten. En als laatste moeten we ook nog de tijd natuurlijk meegeven, want anders weet hij niet hoe lang dat hij moet gaan doen. Dus na de moustache, zoals ik het noem, zetten we altijd een comma, dan zetten we ms van de milliseconden en dan de temp band time. Dus temp band time omgevormd naar milliseconden. Oké, dit is alles en dit zou ook volledig moeten gaan werken. Dus we gaan eventjes op onze server gaan. Ik ga eventjes het commando temp ban typen. We krijgen dus ons uitlegje. Temp ban, ik ga dan de gebruiker mijn eigen kiezen. We zien dat we deze niet kunnen bannen. Ik doe temp ban. Ik ga bijvoorbeeld mijn YouTube bot eventjes nemen. Die mag ik juist niet nemen. Ik moet mijn YouTube testbot nemen. We kunnen dan bijvoorbeeld geen tijd opgeven. Dus moeten ook een, geef een reden op. Ja, inderdaad, hij gaat ook een reden op. Dat klopt precies toch nog niet helemaal. We moeten ook een tijd opgeven. Bijvoorbeeld in 1K ga ik eventjes doen. Dat is geen tijdopgeving. En dan een reden test.
We zien dan direct geven geldige tijd op, want 1K, wat is dat? Nu, er is een website van de MS, dus van de milliseconden, die meer informatie geeft over wat je allemaal kunt gebruiken. Je kan dus 2 days, 1 dag, 10 uur, 2 punt, 5 uur, dat moet een echt een punt zijn, 1 jaar, maar dat kan niet, want we kunnen op dit moment maar 1000 dagen opgeven, min 3 dagen, wat ik heel gek vind eigenlijk, dat kunnen we allemaal opgeven. Oké, ik ga het commando nog eens een keertje gaan proberen, dus temp ben, de YouTube testbot voor 1 minuut bijvoorbeeld, en test. Nu hopen dat het werkt. Hij is geband voor 1 minuut. Hij is inderdaad weg. Ik ga naar mijn server. Ik ga naar serverinstellingen. Ik ga naar verbannen gebruikers. En hier staat YouTube test. En na 1 minuut wordt hij automatisch geunband. Hopelijk. Ik hoop dat ik er geen foutje heb ingemaakt in onze code. En dan kunnen we te zien krijgen als deze wordt geunband. Nu, ik zeg jullie. Ik heb dit ook getest gehad. En 1 minuut kan lang duren als je iets aan het testen bent. Dus probeer dan maar maximum 10 seconden of zo op te geven om het eventjes te testen. Vraag aan mensen die jouw server eventjes willen binnenkomen om dit te kunnen testen. Ik heb dit namelijk ook gedaan. En ik wil ook hun, en ik wil namelijk deze personen heel veel bedanken. Ook wil ik Vincent, wat zeg ik nu? Ook wil ik Kevin eventjes heel veel bedanken. Want Kevin heeft namelijk, denk ik, grotendeels van de code geschreven in onze bot. Dus eigenlijk in onze, ja, in onze TBG-bot. Daar komt deze code ook vandaan. Dus de code die we vandaag hebben geschreven, een beetje aangepast, komt van daar. Dus van de Discord TBG-bot. Met dank aan Kevin. En hier zien we, YouTube-test is niet meer geband. We gaan eens naar onze serverinstellingen kijken, verbannen gebruikers. Deze staat niet meer ertussen. Dus nu zien we dus dat je iemand kunt bannen en unbannen met een bepaalde tijd. Je kan dit nog altijd een beetje uitbreiden door een bepaalde berichten te verzenden en weet ik veel nog wat. Eén dingetje wat ik ook wil bijzeggen is dat deze ook online staat. Nu, hier staat wel nog een foutje in, namelijk deze moet nog weggehaald worden. Namelijk de 10 ban time kan niet meer zijn dan 1000 dagen. En dit klopt niet echt. Dit moet 1000... dit klopt nog niet echt. Het klopt niet. Dat moet ik zeggen. Dus deze regel moet ik er nog uithalen. Maar je kan het dus afhalen. Met alle uitleg staat er ook allemaal bij van de code. Maar, dan zijn we ook op het heel einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een duimpje omhoog te doen. Raak in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat bellicoontje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat deze video online is. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!